Het is vandaag de tweede, maar ook meteen de laatste dag om de startbewijs op te halen. Want morgen barst het los. Dan gaan de Vierdaagse lopers natuurlijk meedoen voor de 106e editie van de Vierdaagse. Ik ben heel benieuwd. Hoe hebben de lopers zich voorbereid? En waar kijken ze nou het allermeeste naar uit? Voor op de 50 kilometer? Nou, niet. Niet? Nee. Nou, maar dat kan ik me bijna niet voorstellen. Gewoon niet, heb je niet geoefend? Nou, een klein stukje, een keertje 40 kilometer. Een paar keer gelopen, goede schoenen kopen. En dan moet het wel goed komen, toch? Vroeg slapen. Vroeg slapen, goede schoenen, dat is het geheim. Ja, denk ik wel, ja. Ja, ja, ja. Waar kijk je het allermeest naar uit? Naar de finish. Ja. Naar het einde, ja. Vrijdag. Hey, je hebt net je bandje opgehaald? Ja. 50 kilometer? 50 kilometer. Hoeveelste keer is dat je meeloopt? Eerste keer, dus ik ben heel benieuwd hoe het gaat zijn. Vind je het spannend? Eerste keer, hoe bereid je daarop voor? Nou, ik was eigenlijk totaal niet echt zenuwachtig, maar als je dan nu hier zo aan komt lopen en dan alle mensen ziet, volgens mij, ik hoor heel veel verhalen van mensen die hem voor de eerste keer lopen, is het toch iets van spanning, maar gezonde spanning die erbij komt kijken. Dames, jullie hebben net jullie startbewijs opgehaald. Klopt. Vertel eens, hoeveel zin hebben jullie hierin? Oh, keiveel zin in. Ja? Ja, 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 echt heel veel zin. Heel veel zin. En zenuwen ook wel. Ja, vertel eens, want wat zijn die zenuwen nou? Morgen gaat het van start. Wat gebeurt er dan? Voor? Ja, of we wel gaan redden weer dit jaar. Want dit jaar weer, voor de hoeveelste keer is het wat jullie meelopen? Voor mij voor de derde keer. Voor mij voor de zesde keer. We weten wel wat het is, maar toch ondanks dat heb ik altijd toch wel weer een beetje spanning. Ja. En waarom maak je nou de keuze om te zeggen, ik ga gewoon 50 kilometer 4 dagen lopen? Ja, waarom doe je dat? Mijn vader had hem vorig jaar gelopen en ik had beloofd om mee te gaan. Dus, en even kijk, je vader, die is... Vader. Oh, dat is je vader. Kom er even bij. Lopen. Vader van. Hey. Goeiedag. Hallo. Hoi, John Sigging. Voor de hoeveelste keer loopt u mee? Tweede keer. Ja, ik ben verleden jaar ingehaald door mijn knapen. En we hebben 4 jongens. En er lopen er 3 mee. Dit jaar. Ik zeg van volgend jaar zijn jullie erbij. Hé, maar ik kijk even naar beneden. Je gaat toch niet hierop lopen? Nee, dat zou te makkelijk zijn. Oh. Nee, ik heb wel gewoon schoentjes die iedereen heeft, zeg maar. Dat vind ik wel zo eerlijk. Oh, toch? Ja. Hé, wat was nou het vorig jaar het allerleukste moment? Waarvan dacht je, oh, dat was zo... Ja, eigenlijk begon het al. We staan in de Ooipolder, het kleinste dorpje van Nederland, Persingen. En dat je daar dan wegfietst, 's morgens vroeg, in het donker op de dijk en dan zie je de brug. Verlicht, weet je wel. En dan komen er steeds meer rode lampjes bij elkaar. En dan kom je in de stad en dan de studenten die je inhalen. En dat is gewoon super gaaf. Nou, het begin, eerste jaar hebben we wel getraind, maar daarna wisten we dat het kon. Dus dan, Maar wat is dan het geheim? Ik zie hier al bier. Is dat het geheim of was het geheim? Ja, ook een beetje. Goede voorbereiding op de maandag. En dan dinsdag lekker lopen. Rustig, eigen tempo. En zorgen dat je 4:15 binnen bent. En ruime marge. Waar kijken jullie het meest naar uit? De intocht weer op vrijdag natuurlijk. Dat het er weer op zit. Gezelligheid via Gladiola. Zijn goud waard. We staan hier dus voor een... leg jij het even uit. Waar staan we? We staan hier voor een scherm. We hebben hier 3 schermen midden hier op de wedrend staan. En die zijn speciaal voor blijken van waardering en complimenten achter te laten door mensen die hier gebruik van maken van de wandeling deze 4 dagen. Hey, waarom is het zo belangrijk dat die vrijwilligers die waardering krijgen? Er zijn meer dan 400 vrijwilligers. 400. En die doen dit allemaal pure liefde. Liefde voor de Vierdaagse. Liefde voor de mensen die hier zijn. Dus die mogen echt wel even een schouderklopje ontvangen. En jij staat hier dus ook als vrijwilliger? Ja. Nou, mijn schouderklopje, die krijg je. Dankjewel. Veel plezier. Kom, schrijf. Ik schrijf hem voor jou op, mag dat? Ja, natuurlijk.
startbewijs opgehaald. Ja, dat klopt. Hoe lang stond je in de rij? Want het is best een flinke rij. Nou, het liep heel snel door en we hadden een biertje gehaald. Dus dan heb je sowieso even de tijd om even te wennen en even te genieten van de gezelligheid. Dus ja, ik denk een kwartiertje. Oh. Ja, het gaat heel snel. Hallo meiden! Mag ik lekker bij jullie komen zitten? Ja, natuurlijk. Hey, geel bandje dus, 40 kilometer. Jazeker. Hoeveelste keer? Voor mij de tweede. En voor anderen? De eerste. Dus jij bent de enige die voor de tweede keer weet? Klopt, ja. En jij hebt ze allemaal overgehaald? Of hoe? Ja, maar dat was niet moeilijk. Ik zie bij jullie op het shirt staan, ik wil opvallen. Dus ik dacht, daar moet ik naartoe. Waar willen jullie voor opvallen? We willen opvallen voor een goed doel. En dat is dit jaar is dat Recovery Run. Dat is een... Iets omlaag. Ja, dan zie je hem, ja. Dat is een organisatie die zich inzet voor het sporten tijdens en voor mensen met kanker en in de nabehandeling. En hoe zijn jullie bij zoiets gekomen? Wat maakt het dat het voor jullie ook een belangrijk doel is? Nou, sowieso zitten we bij de groep Ik Wil Opvallen. En die hebben, jaarlijks hebben ze een goed doel. Een van de mensen die daarbij zit, die heeft borstkanker gehad. Is in behandeling geweest en alles. En die heeft zich aangesloten bij dat goede doel dus, bij Recovery Run. En vandaar dat wij als organisatie hebben gezegd bij Iwo, wij gaan dat sponsoren en aandacht vragen tijdens de Vierdaagse. En hoe is dat dan voor haar? Want zij heeft dus borstkanker gehad, begrijp ik. En zij heeft, hoe was dat voor haar om dan inderdaad tijdens die ziekte dus ook te bewegen? En hoe was dat voor haar? Nou, zij heeft dus ervaren door het sporten je inderdaad beter herstelt en makkelijker herstelt. En ook beter slaapt bijvoorbeeld. En slaap is toch wel een van de belangrijkste dingen om te herstellen. Dus ze heeft dat aan het lijf ondervonden. Hey, prachtig. Ik wens jullie alle succes, heel veel plezier en zet hem op. Dankjewel. Tot ziens. En hoeveel keer is het dat u meeloopt? Ik zou 10 keer lopen, dat was genoeg. Maar ja, omdat het zo mooi is, toch nog een keertje erbij. Dus 11 keer, dan is het ook goed geweest. Dus dit is echt de allerlaatste keer? Dit is de allerlaatste keer, dat kan ik u wel vertellen. Dat vraagt me ook ieder jaar af. Dit is de derde keer. En ja, het is gewoon supergezellig. En het is ook wel leuk, een beetje een uitdaging. Dus een beetje een fysieke uitdaging. Veel vrienden lopen ook mee. We lopen met z'n vijven. Dus dat is ook heel leuk. En ik heb hier ooit gestudeerd, dus het is altijd leuk om in Nijmegen terug te zijn. Dat durf ik niet te zeggen. Wil ik het heel graag weten. De 30ste keer in 40 kilometer. De 30ste keer. Waarom is het al 30 keer dat je de keuze hebt gemaakt dat je denkt, dit wil ik gaan doen? Nou, na 3 keer ben ik 1 jaar gestopt en toen was het tropisch en toen viel iedereen uit en had ik zo'n spijt van. Ik denk, dat ga ik niet weer doen. Ja, ik woon hier 100 meter verderop, dus ik loop naar buiten en ik proef meteen de sfeer. En dat doe ik eigenlijk al zo lang ik hier woon. En ik dacht, ik moet hem een keer meelopen. Als Nijmegenaar is een heel veel voorkomend fenomeen dat mensen zoiets zeggen, maar het is wel echt zo. Het kriebelt toch wel als je Nijmegenaar bent en hem niet loopt en nu ben ik in goede staat, denk ik, ja, als ik hem doe, doe ik het nu. En ik ben er een beetje ingelokt eigenlijk door mijn dochter. Die zei van, ik wil 1 keer in mijn leven nog wil ik die Vierdaagse lopen. Dus vandaar, ga je mee? Dus ja, nu ben ik er. Ik ga mee, nu voor de eerste keer. Fantastisch, nog mooie sfeer. Het is nu lekker weer natuurlijk ook daar. Heerlijk gewoon. Waar kijkt iemand? Heeft een van jullie nou slapeloze nachten dat je zegt van, dit vind ik dan wel heel spannend? Nou, geen slapeloze nachten, maar wel op zich wel gezonde spanning, hè? Weet je, het enige waar ik denk bang voor zijn de pijntjes. Maar die gaan er sowieso komen, dus ja, we zien wel. Hey, en morgen gaat het gebeuren. Hoe gaan jullie vanavond slapen dan? proberen op tijd, maar het moet goed komen, denk ik. De wekker staat vroeg, dus... En we hebben ons voordeel, we weten nog niet waar we aan beginnen. Dus we gaan er morgen pas achter komen.